Kritiek op politieoptreden van afgelopen weekend in Noordwijk. Haagse Weimarstraat veel te onveilig. En Leiden weer overspoeld door studenten. Dit is het TV West Nieuws van maandag 13 augustus. Dag dames en heren, de gebeurtenissen van afgelopen weekend op de Grent in Noordwijk blijven de gemoederen bezighouden. De verhalen die de ronde doen verschillen nogal. Minister Schippers liet dit weekend in een boze reactie weten dat het absoluut niet kon dat een ambulance gehinderd werd door cafébezoekers. Maar anderen, waaronder de GGD zelf, zeggen dat zoiets helemaal niet gebeurd is. En ook is er veel kritiek op het optreden van de politie. Die zou veel te hardhandig te werk zijn gegaan, dat zeggen getuigen. Ja, dan praten we verder over deze zaak met Dennis Salman. Hij is raadslid in Noordwijk voor de VVD en werkt ook in een aantal discotheken als DJ. En ook praten we met Dick van Gooswilligen van de politie Hollands Midden. Om met u te beginnen, meneer Salman. Ja, u bent boos. Ja, en dat ben ik eigenlijk al langere tijd. En dan gaat het met name over de manier waarop de politie in Noordwijk eigenlijk de dienst probeert uit te maken. En dan doe ik met name op... Ja, alle zaken die het uitgaansleven betreffen. Maar maak dat eens concreet? Er zijn nieuwe sluitingsregels van kracht geworden. Daar gaat de burgemeester over, niet gemeenteraad. Het betreft openbare orde en veiligheid en dat behoort toe aan de portefeuille van de burgemeester. En de burgemeester is daarbij gevoed door informatie van de politie. Die, en dat kan ik op een aantal onderdelen staven, gewoon pertinent onjuist is. Ja, maar laten we even met name het aspect van afgelopen weekend erbij pakken. Ja. Wat er gebeurd is op de Grent. Ja. Wat is daar in uw ogen misgegaan als het gaat om het politieoptreden? Nou, ik moet erbij zeggen dat ik zelf niet als getuige aanwezig was. Ik heb wel een aantal getuigen gesproken, omdat ik daar mijn connecties heb. Mijn eigen beeld is wel, zoals ik de politie de laatste maanden heb gevolgd op de Grent, dat ze een hele defensieve houding aannemen richting de gasten, want daar praten we over. Je moet niet vergeten dat 9 van de 10 mensen die stapt wel een gezellige avond wil hebben en totaal geen ellende op straat schopt. En dus gewoon een leuke uitgaansavond heeft. Dus de politie stelt zich, ik ga het woord toch gebruiken, bijna agressief op. Het woord uitlokking wil ik nou net niet gebruiken, maar... daar heeft het wel wat van weg. Maar hoe lokken ze de gasten waar u het over heeft uit? Nou, de manier waarop ze zich op straat opstellen, communiceren met mensen, inzetten van paarden bij incidenten. Die prima gesust zouden kunnen worden door de sustploeg die in Noordwijk al vele jaren prima functioneert. En als het gaat om het afgelopen weekend, nogmaals, ik was er niet bij, maar... de camerabeelden, die zijn er, zullen dat straks gaan bevestigen. Is dat de politie al ruim voor het incident met de scooter in grote getale aanwezig was met hondengeleiders. Het is dus niet zo dat de politie op kwam draven omdat er een... De bezoekers... Kort gezegd, eigenlijk u zegt de agressie bij de gasten, bij het uitgaanspubliek, wordt veroorzaakt door de politie die te nadrukkelijk aanwezig is. Is dat een goede vertaling van wat u... Wat zijn u mede de oorzaak van. Ja. Meneer Van Gooswilligen, herkent u zich in deze kritiek? Nee, totaal niet. En wat wij hebben gedaan, en ik ga toch even terug naar het incident van afgelopen zaterdag... er komt een scooter ten val. De collega's die er zijn, en die zijn er normaal gesproken met 5 à 6 man. En dat is vooral tijdens sluiting, omdat al die mensen die prettig aan willen hebben ook als zodanig te begeleiden. En nogmaals, 9 van de 10, daar heb je geen last van. Vervolgens valt iemand op de grond. Dat lijkt een ernstig hoofdletsel te zijn. De collega's die daar te plaatsen zijn, die bellen de ambulance. En vervolgens wordt samen met de portiers en met de genoemde sustploeg... wordt de mensen verzocht om afstand te maken en ruimte te maken voor de hulpverleners. Nou, een aantal mensen heeft daar gehoor aan gegeven en een aantal mensen heeft daar niet gehoor aan gegeven. En wij waren vooral bezig om die plaats veilig te maken. Ja, nu zegt de GGD, er was helemaal niets aan de hand daar. Er was helemaal geen sprake van agressie. Dat klopt. Wij hebben van tevoren ervoor gezorgd dat de ambulance er makkelijk door kon.
en hulp kon verlenen. En dat is wat er gebeurd is. Ja. En dan zie je dus mensen op een gegeven moment toch, die willen dan dichterbij komen. Die zitten zelfs aan het slachtoffer. Nou ja, als je dat kunt voorstellen en het is een ernstig hoofdletsel, dan kan het heel slecht aflopen. Nu verschillende reacties. Ja, maar even, want we hebben ook, straks kom ik nog even bij u, maar wat verschillende reacties binnengekregen, ook op onze eigen website, op omroepwest.nl. Ja. Laten we eens kijken naar een van die reacties. Toen wij het zeepaardje uitkwamen, stond de politie gelijk de mensen op te wachten. Enkele van ons kregen gelijk bij het verlaten van de kroeg een paar stokslagen, zonder dat we ook maar wisten wat er aan de hand was. We moesten opkankeren, volgens de politie. En ook heb ik bij het verlaten, toen ik maar één stap naar buiten zette, gelijk een klap gehad. We zijn gelijk weggegaan. En sommige anderen, want het gaat nog even verder, van ons stonden tegenover ons te plassen in die plasbakken. Terwijl zij stonden te plassen, kwam de politie ook hier binnen en begon op mensen te slaan die stonden te plassen. De politie zei tegen hun wegwezen. Een teamgenoot zei dat hij niet zomaar kon stoppen met plassen. Nou, toevallig stond er een agent in Burger bij die letterlijk zei, ga maar gewoon weg, want mijn collega's zijn agressief. Het zijn reacties die binnenkomen op westonline.nl. Herkent u dit? Nee, en als het zo is, moeten die mensen vooral ook een klacht indienen. Laten we dat ook even vaststellen. Als daar verkeerd gehandeld is, ja, dan hebben wij een hele goede klachtenprocedure waar mensen die zich onheus bejegend voelen, gehoord worden door een onafhankelijke organisatie. Ja. Maar die klachten zijn normaal gesproken niet binnen, die komen niet regelmatig binnen over... Er komen natuurlijk wel eens klachten over het optreden van de politie en daar hebben wij een klachtencommissie voor die dat behandelt. Maar dat zijn niet dit soort specifieke klachten? Als dit soort specifieke klachten erbij zijn. Als het zo is en als deze mensen dit zo beleefd hebben, dan moeten ze absoluut een klacht indienen. Ja. Dan nog even wat anders, want ook op social media verschijnen er verschillende berichten, onder andere op Facebook. En dan kwamen we dit tegen. Dit zijn politieagenten. Al de krantenknipsels van afgelopen nachtdienst in mijn album aan het plakken. Tineke, heb er inmiddels al 13. Digitaal, wordt vraagt iemand nog. Heb je je toverstaf gebruikt? En het werkte ook nog. Vond JW erg onzeker en timide overkomen, alsof hij erg bang was. Klopt, ik stond achter de linie, zo jammer. En het waren wel weer heel veel boze mensen. Dat zegt dus een agent, dat schrijft een agent zelf op Facebook. Wat vindt u daarvan? Nou kijk, wij zijn als politie overal, dus ook op de social media. En deze agent noemt over het verzamelen van krantenknipsels. Nou, daar zie ik geen kwaad in, dat mag je natuurlijk doen. Het gebruik van het woord toverstaf is in politietermen een bekende kreet. Dat is vooral als je in een moeilijke situatie bent, dat je denkt van nou, ik wou dat ik de beschikking over een toverstaf had. En dat ik dan in ieder geval de zaak in rust kon krijgen. Want, dat is dus geen knuppel? Nee, dat is een term die als ook voor een politieman een diender wordt gebruikt. En laat even wel wezen, toen wij op een gegeven moment als politie aan de mensen vroeg om naar achteren te gaan, dan loopt het uit de hand. Er waren zelfs ook vechtpartijen in de groep zelf, dus niet eens gericht tegen de politie. En wij zijn bekogeld ook met flessen. Maar als, even nog dat bericht, want het zegt ook, ik stond achter de linie. Het lijkt er haast op alsof de politie daar ook wel zin in had om voor die linie te staan. Het suggereert toch iets wat het verwijt dat wordt geplaatst ook door meneer Solman, dat er van uitlokking sprake is. Nou, ik vind dat heel erg ver gaan, uitlokking. Kijk, wij zijn een professionele organisatie. Dat zijn collega's die gewoon goed opgeleid en goed getraind zijn en die met één ding bezig zijn. Dat is ervoor te zorgen dat op de grens en ook op andere plaatsen in de regio er gewoon veilig kan worden uitgegaan. En als daar een incident gebeurt met iemand die hulp nodig heeft, die moet dan vooral worden geholpen. En dan vragen wij aan mensen, gaat u vooral naar achteren en laat ons werk doen. Jullie lekker uitgaan, wij doen ons werk. Want wij hebben ook het liefst gewoon een rustige nacht. Ja. Maar goed, ik mag nog even over dat incident mag praten. Want wat er met de scooterrijder gebeurd is natuurlijk vreselijk. Maar ik wil de schuld daarvan vooral leggen bij de gemeente. En deels ook bij de politie. Omdat zij geen zorg hebben gedragen voor het tijdig uitvoeren van de zogenaamde flankerende maatregelen rondom een nieuwe sluitingsuur. Mm-hmm. Om de grens af te sluiten. Als die grens afgesloten was geweest, had die scooter dan niet gereden. Had die ook niet kunnen vallen. En dan was er niets aan de hand geweest. Okay. Dank u wel allebei voor uw komst naar de studio. Dank u wel. Dan iets anders. De twee auto's die afgelopen vrijdagavond in de Haagse Weimarstraat een 43-jarige man doodreden, zou wel degelijk een straatrace hebben gehouden. Dat vermoedt Koos P., oud-agent in Den Haag en verkeersofficier van justitie. Op het moment dat het slachtoffer werd geschept, reden de auto's respectievelijk 99 en 75 km per uur door de straat. Omwonenden vinden dat de verkeerssituatie in hun straat veel te onveilig is. 3 dagen na het fatale ongeval overheersen verdriet en ongeloof nog steeds in de Weimarstraat. De moeder van slachtoffer Fred Winkel komt met familieleden vandaag kijken naar de plek waar haar zoon vrijdag is doodgereden. De 2 betrokken auto's komen die dag vanaf de Mint de Weimarstraat in rijden.
Op het zebrapad van de kruising met de Valkenboskade steekt Fred Winkel met zijn fiets in de hand dan de straat over. De voorste auto schept hem met 99 km per uur. En ook de tweede auto zou hem met zo'n 75 km per uur geraakt hebben. Winkel sterft ter plekke aan zijn verwondingen. Omwonenden zijn helemaal niet verbaasd over de dodelijke aanrijding afgelopen vrijdag in de Wijmerstraat. Zij hebben het al langere tijd over een onveilige verkeerssituatie voor de deur. Met name fietsers en overstekende voetgangers zijn voor de rest van het verkeer namelijk amper te zien. Maar de twee automobilisten die bij het ongeluk betrokken zijn, kwamen van deze kant de Wijmerstraat inrijden en konden het zebrapad, waar Fred Winkel op dat moment overstak, dus wel duidelijk zien. Volgens Koos Spee, voormalig verkeersofficier van justitie, gaat het in deze zaak dan ook helemaal niet om een al dan niet slechte verkeerssituatie. Er wordt nu gekeken of die Wijmerstraat gevaarlijk is of niet. En hoe je een straat ook inricht tegen dit soort geweld, en ik noem het gewoon geweld, is geen enkele straat. Wat voor geweld bedoelt u? Bedoelt u dat het een straatrace was? Dat er twee auto's met bijna 100 kilometer per uur door een straat racen. Ik bedoel, dat is een vorm van geweld. Waar geen enkele straat tegen bestand is. De 33-jarige bestuurder van de voorste auto is deze middag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Later deze middag zal bekend worden waar hij precies van wordt verdacht. De gemeente Den Haag wil eerst het politieonderzoek afwachten voordat ze een reactie geven. De politie laat weten dat het stukje van de Wijmarstraat, waar het ongeluk gebeurde, bij hen niet als gevaarlijk bekend staat. En zojuist wordt bekend dat de man die het slachtoffer zou hebben doodgereden nog zeker 2 weken blijft vastzitten. Het is weer gezellig druk in Leiden. De stad wordt deze week overspoeld door ruim 2000 eerstejaars studenten. De LSEED-week ging vandaag van start in de stromende regen. Leiden is super, alleen het weer helpt niet echt. Hè. Maar, leuke muts? Ja, moet wel helaas. Maar ja, het leuke stad, een beetje anders dan waar ik vandaan kom. Ik kom uit Rotterdam, trouwens. Heel leuk, alleen het weer. Een beetje... Maar het is een leuke stad. Heel gezellig. Waarom Leiden? Ik was heel hard zat. Ja, leuk. Kennen jullie elkaar al eerder? Nee. Jullie hebben elkaar net en nu al samen onder de paraplu. Wat betekent dat? Dat snel. Ik hoop dat het een beetje opklaart. En dan anders eventjes het parapluutje aanschaffen. Dus, maar het gaat om mensen leren kennen, niet om het weer. Dus. En zo is het. Niet zeuren. Want dan maak je geen vrienden en daar is de introductieweek nu juist voor bedoeld. Ja, je leert iedereen kennen. Tenminste, ik ken hier nog helemaal niemand in eerste instantie. Dus gewoon je klasgenootjes een beetje kennen en natuurlijk uitgaan, al die dingen. Dat is natuurlijk altijd mooi. Ja, dit is maar een leuke groepje. Zijn ze echt een beetje leuk? Want je kent ze natuurlijk nog maar net, hè? Nee, ik ken ze al. Zijn we allemaal beste vrienden nou, joh. Ja toch? Of niet? Zo is het. Vanochtend werden er mentorgroepjes gevormd en was het tijd om elkaar beter te leren kennen. Ik ga rechten studeren. Rechten, dat is toch voor mensen die niet weten wat ze willen? Ja, zeker. Maar ik weet wel wat ik wil. Ik ga International Business Law studeren. Dus, en ik weet het al sinds ik 9 ben. Psychologie ga studeren. Waarom psychologie? Ja, dat heeft me altijd wel een beetje geïnteresseerd eigenlijk. Hoe mensen denken, hoe mensen doen. Vanmiddag stond er een stadswandeling op het programma. Maar wanneer gaan ze nou aan het bier? Wij studenten drinken niet en studeren alleen maar hard. Dus, aha. Ja, dus deze week gaan we ook allemaal met een boek gaan we lekker in de Hortus Botanicus zitten. Gaan we hard studeren. Natuurlijk wel. Vooral donderdagavond kroegtocht. Dus komt zeker goed. De LSEED-week duurt nog tot en met vrijdag. Ja, dat wordt weer hard studeren en uitslapen. Goed, we gaan naar Meteo Consult. Het weer van vandaag. Ja, er was zon, maar we zagen het net in Leiden. Het was ook bewolkt en op sommige plaatsen dus een stevige bui. Toch was het niet koud. Temperatuur ruim boven de 20 graden. Er was weinig wind, dus best een aangename dag. Ook vanavond en vannacht is er kans op een bui. Het grootste deel van de tijd blijft het droog. Het klaart ook nog op. Temperatuur daalt tot ongeveer 15 graden. Ja, en dan morgen opnieuw zo'n drukkend warme dag. De zon is er af en toe, maar in de middag ook hier en daar een forse bui. Misschien zelfs met onweer en zeer lokaal windstoten. En tot zover het TV West Nieuws. Meer is te vinden op onze website en daar is ook de app te downloaden voor onze smartphone. Straks hier TV West Sport en daarna het Gouden Hoofd. In TV West Sport trouwens nog een uitgebreide terugblik op de Olympische Spelen. Wij zijn er morgenochtend weer vanaf 7 uur. Graag tot dan. Nog een hele mooie avond.